Deze uitzending wordt u aangeboden door Regenfiber, Profimax en Shubi Reizen. Welkom vanuit Friesland voor de start van de hoofdklasse C. Harkemaanse Boys tegen Excelsior 31 hier op Sportpark De Bosch. Harkemaanse Boys werd opgericht in 1946. In 1962 kwamen beide ploegen elkaar voor het eerst tegen in de tweede klasse van het amateurvoetbal. Daarna volgden er om precies te zijn 26 ontmoetingen. 9 keer wonnen de Friezen, 9 keer werd het gelijk en 8 keer won Excelsior 31. Trainer Roeland de Berge kiest in de eerste competitiewedstrijd voor de volgende opstelling. Op doel staat Arjan Kok. De verdedigers zijn Dylan Voskele, Rico Wolven, John Lubbers en René Sikkelbein. Op het middenveld staan Rob ten Hoven, Koen Vloedgraven en Michel Gerritsen-Mielkes. En de aanvallers zijn Hakim Ezefzavi, Nik Davina en Adi Draganovic. Voor de wedstrijd vroegen wij Roeland ten Berge hoe hij zijn elftal heeft voorbereid op de tegenstander, Harkemaanse Boys. We zijn vooral de hele week bezig geweest met onszelf. Dus met ons team, hoe we het gaan invullen. Hoe we precies gaan spelen. Verder hebben wij de analyse bekeken op Harkema. Daar nog wat accenten in de training opgelegd. En uiteindelijk vanochtend nog een bespreking en wat beelden bekeken. Wat zijn de sterke punten van Harkema? Ja, ze hebben wel wat snelheid in de ploeg. Ik denk dat er wel voetballend vermogen in deze ploeg zit. Maar ik denk dat we voornamelijk ook naar onszelf kijken van waar kunnen we winst boeken vandaag. Hoe gaat Excelsior 31 het doen in het eerste duel in de hoofdklasse C, seizoen 2014-2015? Laten we gaan kijken naar de samenvatting. Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Capsalon De Luc bij Richard Wijs uit Rijssen. Ga voor meer informatie naar www.deluc.nl. Hey! 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 H
Deze wedstrijd werd u aangeboden door Kapsalon De Luk bij Richard Wijs uit Rijssen. Ga voor meer informatie naar www.deluk.nl. Excelsior 31 wint het eerste duel in de hoofdklasse C bij Harkema's Boys met 1-2. Na de wedstrijd gaven Roeland ten Berge en Rob ten Hove hun analyse. Ja, eerste helft angstig. Geen goed voetbal. Toch hebben we wel goede kansen gecreëerd, die gaan er dan niet in. Kom je 1-0 achter en we komen gewoon niet in ons spel. We komen niet in het voetbal dat we willen spelen. En ik denk dat dat ligt omdat we te weinig energie in de wedstrijd gooiden de eerste helft. In de rust ook gezegd van we moeten gewoon meer energie in die wedstrijd pompen. En dan daar kunnen wij het Harkema heel, heel moeilijk maken. En ik denk dat we de tweede helft gelijk voortvarend begonnen. En, ja, jullie zetten ze gelijk onder druk, hè? Ja, en dan zie je ook dat ze zijn traag achterin. En op het middenveld hebben ze ook niet heel veel power. Ze hebben goede voetballers, maar niet met spelers die echt power in de wedstrijd kunnen leggen. En toen kregen ze het moeilijk met ons, terwijl wij het de eerste helft heel moeilijk met Harkema hadden. En ik denk dat het onze verdienste is dat wij de tweede helft die wedstrijd in onze hand hebben gezet. Ja, Roeland ter Berge, je bent een gelukkig persoon die voor me staat, denk ik. Want je wint uit bij Harkema's Boys. Ja, heel erg blij. Heel erg blij. Ik denk vooral ook voor de hele club dat dit een mooi begin is. Een mooie beleving voor de club. Dus hartstikke mooi. Hoor. Ja, ik had voor die tijd ook al gezegd van we hebben wat wisselingen doorgevoerd. En ook wat wijzigingen op het veld. Dus bijvoorbeeld Michel die als linker middenvelder in één keer naar rechts gaat. En die was toch wel redelijk goed ingespeeld, bijvoorbeeld al met Hakim. Dus dan krijg je toch wel een aantal koppeltjes wat elkaar goed kan vinden. En ja, dus dan zie je dat er toch nou weer net wat te veel wisselingen denk ik, in het elftal zat. Waardoor ik vond dat we wat moeizamer op gang konden komen ook met positiespel. Dus we gingen te snel lang spelen. Hun zetten ook wel heel snel druk. Maar er lag gewoon achterin lag er gewoon enorm veel ruimte ook. Dus eigenlijk hadden we wat meer de ballen moeten vasthouden. Sneller bij moeten sluiten. En dan denk ik dat we beter hadden kunnen doorvoetballen op hun helft. En nu waren we toch iedere keer verslordig. Ballen kwamen niet goed aan. Snel weer verlies. Hun kracht lag ook in de omschakeling. Snel eruit komen. Ja, dat hebben we met name gewoon in de rust besproken. Dat we gewoon meer moesten voetballen. Ja, je komt 1-0 achter zeg maar, in de eerste helft. En wat bespreek je dan in de rust?
Ja, meer voetballen. Ik ken de ploeg ook niet zo. Ik denk dat onze kracht gewoon het voetballende gedeelte is. En dat zat er gewoon te weinig in. Dus meer rust aan de bal houden. Te veel ballen gewoon wegschieten. Ook gewoon tweede ballen ook, niet winnen. Dus het was gewoon allemaal wat slordig. Dus dat kon gewoon allemaal stukken beter. Ja, je komt op 1-1. Henk, je dan op twee gedachten? Of denk je van hier kunnen we toch wel 3 punten halen? Nou, je zag dat hun namen heel veel risico met het druk zetten. Dus ze gingen met steeds meer mensen wat diepe druk zetten. En ik vond dat wij er steeds beter uitkwamen. Alleen wij speelden ook met de punten achter en met 2 diepe middenvelders. En ik vond dat we al zoveel kansen creëren. Maar ook iedere keer als we maar even een balverlies hadden, dan schopten hun die bal direct erachter. En dan kwamen we weer onder druk. Dus we hebben er toen ook gewoon voor gekozen om eigenlijk ons middenveld te kantelen met 2 controleurs te gaan spelen. Nou, dat lijkt dan een wat verdedigende oplossing. Maar goed, daardoor hadden we het wel iets beter staan. En konden we er gewoon iedere keer nog met 4 man gewoon snel uitkomen. En ja, dat resulteerde ook gelukkig tot een goal. Toen kwam de 86e minuut. Hoe ging dat? Ja, volgens mij kreeg de bal op middenveld van Koen. En ja, ik dacht van, ik kan die bal weer naar de zijkant leggen of zelf een keer iets proberen. En ja, op dat moment kap ik er volgens mij eentje uit. En Tim die maakt zich breed. Het is ook lekker om iemand te hebben die dan gewoon vaststaat. Ik speel hem in en hij laat hem perfect vallen. Ik loop door. Ik kom 1-op-1 met de keeper en ja, die keeper deed niet heel veel. Dus ik had de hoek voor het uitkiezen en volgens mij gewoon bijna rechtdoor ja, langs hem heen. En ja, dat is natuurlijk fantastisch dat hij er dan in gaat. Ja, ik denk dat is een mooie goal, maar dat is ook een beetje het spel wat wij willen spelen. Veel beweging en dan doorcounteren. En middenvelders die over onze spitsen heen komen. Dus ik denk dat dit wel een doelpunt is dat toonaangevend voor ons spel moet worden. Dus ik vond wel dat we niet goed stonden hoor, in de laatste fase. We stonden regelmatig gewoon met 4 mensen achterop, kwam die bal diep. En dan sloten hun gewoon heel snel met 5 mensen bij. En gelukkig konden we achterin wel veel wegwerken. Maar ik vind eigenlijk nog van, we hadden het nog beter eigenlijk kapot moeten spelen die laatste fase. Dus de boel goed dicht houden met elkaar en niks meer weg moeten geven. En we geven nou toch nog wel een 100% kans weg, wat niet nodig was. Ja, ik denk dat we dit jaar een mooi seizoen kunnen beleven. Als we natuurlijk zo spelen als de tweede helft. Want als we spelen zoals de eerste helft, ja, dan zal het elke wedstrijd 50-50 worden. En spelen we zoals de tweede helft, dan denk ik dat wij een hele goede ploeg hebben. Naast deze wedstrijd werden er nog 6 andere wedstrijden gespeeld in deze speelronde. Hier zijn de uitslagen. VVOG Staphorst 1-1. WVF Flevo Boys 0-3. Harkemaanse Boys Excelsior 31 1-2. AZSV WHC 4-0. Urk ACV 0-2. SVZW Drachten Boys 3-0. CSV Apeldoorn DVS 33 2-0. Tot zover deze uitzending van Excelsior 31 TV. Aanstaande donderdag zijn we er weer met een nieuw weekjournaal. Een heel fijn weekend en graag tot donderdag. Deze uitzending werd u aangeboden door Regenfiber, Profimax en Shubi Reizen.